kerk nu ook op verplaatsing over een trouwe aanhang beschikt. Wij trokken met een cameraploeg in het kiezelsoog van de Tom van Lol vrienden naar het eens zo roemrijke Mariba. Cirkel! 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 Blijkbaar nu gaan we veel volk meer op verplaatsing. Ja, inderdaad. Het is eigenlijk gewoon met de thuiswedstrijd dat iedereen wel beseft die het in de zetel komt eigenlijk van effectief is echt een hele leuke sfeer bij Cirkel. En het is helemaal vrienden, het is geen vijandigheid. Iedereen achter de ploeg staan en we hebben een dagje uit, zaterdagavond, zondag, maar niet vooral zaterdagavond ook. We hebben een dagje uit naar de Cirkel en pintje denken voor de match. Mooi naar voetbal kijken, volledig achter de ploeg staan en zo is het ideaal eigenlijk. Nog een stukje voor vanavond? Ik ben toch een 1-2. Bedankt. We zijn een blijven sterk supporters, dus wij zijn altijd op het gemak en wij gaan zeker niet te veel verwachten van Cirkel. Als zij vanavond verliezen, gaan wij nog altijd vol plezier naar huis. En als ze winnen, zoveel te beter. Maar toch geloof ik dat we vanavond kunnen winnen. Pronostiekje voor vanavond? Ik dank Kinderen. We zijn dit jaar inderdaad een heel goed elftal, hè? Ja, dat is waar. Zeker met Tom de Zitter en Jatsjoek erbij. Dus je bent veel spektakel ook, hè? Ja, dat is ook waar. Dat is heel veel spektakel. Dat is ook mooi om te zien. Pronostiekje voor vanavond? 1-3. We Dat was de kans op een vroege voorsprong, hè? Inderdaad. Maar het is nog 70 minuten. Dan lauw tegen 10 man, dat moet ik. Het was al zover. Ik heb gezegd, 70 minuten zijn genoeg om een goal te maken. 2 minuten zijn ook genoeg. We zijn half weg, het staat 0-1. Maar eigenlijk had de wedstrijd nu al moeten gespeeld zijn. Well, in principe moest het al 0-3 geweest zijn. Jammer van de penalty en tegen de paal. Oké, uiteindelijk zo gebeurt iets, maar we zijn beter, sowieso. Cirkel heeft weer voetballers. Ja, natuurlijk. Maar natuurlijk, Mechelen rap met 10 man. Rode kaart voor iemand van Mechelen, dus rap met 10 man. Maar toch, je moet het allemaal kunnen om dan zo weg te spelen in feite. En het is even voetballers in feite. En het is tik-tik voetbal. Het is echt prachtig om te kijken voor het moment. Spannend spelen en dan zien we misschien dat we er een spektakel kunnen van maken en we zien wel.